Let op, de volgende video bevat luide schrikeffecten, bloederige en griezelige beelden en grof taalgebruik. Kijken op eigen risico. For as long as you can remember, legends have been told about the derelict mansion upon the hill that caused a blank of darkness over the town. The history of the house itself is virtually unknown, and even the town's oldest residents cannot remember the mansion's origin. Being an avid history enthusiast, you embark upon the mountain to visit the manor, hoping to shed some light into the backstory of this crumbling forest of darkness. Ik heb in de eerste aflevering helemaal dit verhaal niet verteld. Oeps. Goedenavond allemaal. Happy Halloween! Het is zover, 31 oktober. Ik hoop dat jullie een hele leuke Halloween hebben. Wij hebben nog 200 kamers te doen van Spooky's House of Jumpscare. En oh boy, ik zit hier niet op te wachten. Goed, nou zoals jullie kunnen zien, de snor-status. Ik heb hem op Facebook neergezet omdat iedereen zich sorry maakt over waarom dat mijn snor weg was. Dus op Facebook staat de snor-status. Snor is een beetje druk, dus we beginnen gewoon met snor-power. En met die snor-power gaan we gewoon naar beneden toe. Nog maar 200 kamers, we can do this! Hoop ik. Heb ik nog steeds mijn bel trouwens? Ja. Nou, ik heb in de comments heel veel gelezen over specimen. En dat ik dus dingen heb gemist. En dat ik dus nu geen secret kamers inga en maar op. Het is heel erg simpel. Voor mij is dit gewoon een challenge. Haal die 1000 kamers. Dat is voor mij alles. Meer hoeft niet. Waarom? Heel simpel. Ik kan hier niet tegen. Ik kan niet tegen jumpscares. Absoluut niet. Ik heb het al vaak zat in deze mini-let's play gezegd. Maar daarom kijk ik zo weinig achter me. Daarom ga ik dus niet echt op onderzoek uit. Daarom ga ik niet heel diep in het spel. Omdat voor mij is het gewoon een challenge van Halloween om dit te halen. En ik haat deze kamers. Oké. Okay. Rechtdoor. Andere kant. Oké, okay, dus eerst zo. Rechtdoor. Nog een keer. Ah! Oké, okay, 1, 2, 3, andere kant. Ah, meen je dit nou serieus? Moet ik gewoon echt... Oh, wacht, nee. Oh, gewoon rechtdoor blijven lopen. Voilà. Nou, ik maak me eigenlijk een beetje zorgen over kamer 810. Want zoals we weten, bij elke 10... Wat was dat? No, thank you. Oké. Okay. Gezellig. I can hear him coming down the hallway. I need to hide, but I don't know where. And I now know this is not an exit or a resting place. This is just another specimen room. I think he's outside the door right now. Who is? Is there a key? Ben ik verkeerd gelopen bij Albuquerque? Oh, I need to hide. In deze doos? Waar kan ik hiden, jongens? Waar kan ik hiden? Ik ga zo dood. Hoi. Waar moest ik hiden? Hi. Game over. Nou, dat was snel. The end. Game over. I'm done. Nee, we gaan gewoon door, jongens. Grabbelijstje erbij. Kiergebergewiertzigert. Ik vind het een hartstikke mooie naam. Maar waar moest ik hiden? Ik kon helemaal niks. Nou ja, ik ga terug naar kamer 810 en we zien wat we daar moeten doen. En ja, dat... Daar schrok ik een beetje van. Oké, okay, nou... Oké, okay, trap doen we zo. Oké, okay, die is locked. Die is ook locked. Oké, okay, we kunnen dus niet door trappen heen. Dat is duidelijk. Oh, kijk hier nou eens. What is this? Wow, a mansion inside another mansion. Maybe I've made it all the way to the end of the house. Maybe this is like a resting place or another entrance perhaps. Whatever the case, I think this is a good spot to rest. Ik geloof er helemaal geen ene bal van. Nou zag ik trouwens dat ding niet wat opgehangen was. Maar word ik nou toch weer verplicht om die ene kamer in te gaan... ...waar dat beest in één keer op me afkomt en dat ik moet hiden?
Ik bedoel, dit lijkt op diezelfde kamer weer. Oh, dit is... dinner. Hi, wat is dit? Kan ik het pakken? Kan ik het eten? Hi. This mansion is strange. I think the bricks and wood are actually just painted on. Everything still feels kind of fake. Also, I keep hearing movement and voices below me. Maybe other survivors are hiding down there. Ik geloof er helemaal niks van, ik ben net al dood gegaan. Oh. Oké, nou lopen we dus een rondje. Oké, dus we kunnen gewoon die kamer pakken. We kunnen hierin. Komen we hier weer uit. Hé, dan komen we weer in een wine cellar. Kan ik hierin hiden dan? Ik kan hier, dan kan ik daar... Ja, maar waar moet ik hiden? Gaan we gewoon hier zitten. Fuck dit. Ik ken ook niet crouchen of zo. Ik ken niet springen. Het enige wat hij zegt is: you must hide somewhere. Oh, ik haat dit. Hier, zie jij, vind daar gewoon. Je hoort dat die deur open gaat en poef! Nou ja, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Huh? Oh! Ik heb overal geklikt. Oh, oké. Moet ik naar de achteren? Ik kan een beetje... Ik ga gewoon in de achteren. Gewoon. Ik weet niet of we het kunnen zien. Bang. Ik denk dat hij nou... Ik stond op het punt om op te geven, zo erg. Muziek. Heek. Hij is een beetje glitchy. Oké, ik ga gewoon rustig naar achteren. Waarom nog steeds? Ja? Gaat dat beest nou overal rondlopen? Die is broken. Is nou een... Oh, hallo! Bedroomke, is dat boven? Tenminste, mensen... Ik denk het. Het is broken. Die is broken. Gaat dat ding hier nou de hele tijd rondlopen? Hell no. Dus ik moet gewoon goed luisteren naar de muziek of zo. Oké, is deze deur nou open? Yep. I somehow managed to get away, but I don't know for how long. I fear him, even when he... I know he's not there. It's like he isn't even real, but instead my own fear manages himself. Ik ben geen fan van. Kan ik hier ook in? Nee. Maar als ik hem dus nou tegenkom, dan ben ik gewoon de Sjaak. Hoi. Kan ik hierin? Oh. Nee. Dit... Nee, geen amnesia crap. Het geluid zit hier veel te hard voor. Ik kan er echt niet tegen. Zolang ik die muziek hoor, blijf ik hier zitten. Waarom heb ik Evie nou niet zo dicht bij de hand liggen? Zou ik zo gewoon Evie even vast op een pak of zo? Ik vind het echt niks. Ik weet niet, als hij loopt heeft hij wel een leuke beat. Gaat hij nou weg? Gaat hij weer een sleutel achter misschien? Fake out zeker?
Nee? Hij laat weer een sleutel. Hij laat die sleutels achter. Ja, oké. Okay. Key picked up. Maar voor wat is die key? Is er nou weer een deur beneden? Ik heb echt een flauw idee. Is misschien de uitgang? Die is nog steeds locked. Oh, dat is dezelfde meer. Deze deur dan? Nee, die is ook nog steeds locked. Deze deur? Die is broken. Ik ben verdwaald! Deze deur dan. Nee, kom hier weer uit. Ja, die hebben we gelezen. Deze kant? Ja, die is broken. Die is ook broken. Ik loop rondjes, jongens. Ik weet het, sorry. Jullie zitten waarschijnlijk te schrik... Oh boy. Dit is een nieuwe kamer. Oh, sleutel. Is dat van de uitgang? Mag ik nu weg? Nee. Ik ben zo slecht in oriënteren. Wacht, is die andere deur nou open? Misschien deze kant. En dit is die bibliotheek, daar zijn we geweest. Oké, dus daar zit de bibliotheek. Dit was die wijncellen, toch? Nee. Oh boy, kan ik hier rijden? Ik kan niet rijden. Ik ga gewoon hier achter deze. Ik ga gewoon hier knuffelen. Ik haat dit. Hi. Don't see me. Don't see me. Ziet hij me nou wel? Nee. Hij loopt alleen maar rond. Ik bedoel, hij is niet echt creepy of zo. Leuke animatie, dat zeker is. Maar als hij je ziet, dan krijg je geen boe of zo. Dan krijg je gewoon een red screen of death. Die we al gelijk hadden gezien. Hij is weg. Mooi. Ha, deze room 180 is lang. Fake book picked up. Moet ik dan weer terug naar de bibliotheek? Moet ik even piano spelen? Nee. Moet ik dan weer terug naar de bibliotheek? Oké. Komt hij dan in één keer weer de deur of zo? Zo boe! Ha, de bibliotheek die weet ik nou te vinden. Het zat hier. En als we een fake boek hebben opgepakt, dan moeten we gewoon kijken of hier dus een boek... teruggeplaatst kan worden misschien? Ah, kijk hier. Oeh. En nou verder? Oh jeez. Geen fan hiervan. Dat weten jullie ondertussen wel van mij. Ik hou niet van kruipruimtes. Zeker niet als het zo stoffig is. Klein. Nee. Oh, ik zie een kast, dan ga ik er gelijk in als ik die muziek hoor. Damn, dit is creepy, jongens. Alleen het deuntje is leuk. Ah ja, ik weet dat ik veilig zit, dus... Hij staat bij de kast. No, I'm not in there. Ik zit nog veilig. Die kunnen krijgen. Huh. Ik dacht ook om iemand te horen, maar... Waar ik ben. Thuis. Ik heb hier nou een sleutel achtergelaten weer.
Exit key. Dus we mogen nu weg. Jeetje, dit is een lange 8-10, zeg. Oh, kom muziek. Maar ik heb hier nergens om te hiden. Ah, niet in de kruipruimtes. Hell no! I'm out. Groetjes. Was hier toch? Dan daarheen. Ik weet ook niet meer waar het zit. Nee, dat is de wijnceller. Ja, wegwezen hier. Oh. Nou, laten we maar zo snel mogelijk naar kamer 900 gaan. Dan ben ik er vanaf. Oh boy. Kun je nagaan dat je dan elke keer dat hele gedoe weer opnieuw moet gaan doen? Ik heb nog geen zin om dood te gaan. Hou je klep. Ik ben nu niet in de mood voor die trap. Nee, echt niet. Buh. Die trap, crap. Ik kan nog niet eens meer spieken. Ja, buh. Ik wil je gewoon zo snel mogelijk weg nu. Ik wil je nou zo snel mogelijk weg. Geen onzin. Please zeg me dat we dan een C-punt krijgen op 58 of zo. Ik bedoel, serieus, dit was een hele lange mansion. Oké, nou, als ik dat helemaal weer overnieuw moet gaan doen, daar heb ik echt geen zin in. Het is nou meer de angst om dat overnieuw te moeten gaan doen, en daar heb ik echt geen zin in. Damn, die was lang. Nu wil ik niet eens weten hoe lang dat 19 is. Als 19 überhaupt wel bestaat. Want ik vertrouw Spooky niet. Het einde gewoon is zo van, gefeliciteerd, je bent dood. Ik ben nog nooit zo ver gekomen. Rot op met je spooky scary skeletons. En zolang ik deze muziek hoor, blijf ik rennen. Is dat specimen 1 weer? Moet ik daar in één keer door de deur? Staat daar in één keer zo'n zwart beest voor me? Krijgen we nou gewoon vriendelijke, ontspannende muziek? Iets zegt mij dat we hierin moeten. Jesus Christ! Hero's gaan deze kant. Wat is dat belletje? Dan gaan wispen. Deze gang was veel te lang. Kom op. Geef me gewoon een safe punt. Geef me een safe punt. Op 8,50 graag. Ik verdien het. Naar die rare kamer verdien ik het. Staat in het contract. Jezus. Enough. Kom op. Hij geeft geen safe punt. En ik weet dat er dadelijk iets achter me aan gaat komen. Oh, nou ja, hier niet. Nee. Tenminste, het zou wel heel erg mee zijn. Nou, kom op. 1. 2, 3. Deze kant op dan. Mooi. Ik weet dat er iets achter me gaat komen. Ik weet dat er weer zo'n specimen gaat komen. Zo'n monster van Wakkerdam. Ik heb hier echt geen zin. Daarom schrik ik nu ook van iedere pop-up, omdat ik wil gewoon niet dood. Ik heb zo geen zin om dit overnieuw te moeten doen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik loop gewoon rechtdoor. Oh, dat is beestje groen volgens mij.
Volgens mij is dit specimen 1. Hi. Hi. Maar ja, we hebben een voordeel. We hebben een sprintknop. Hi. Hou je bek. En we krijgen ontspannende muziek terwijl dat er een groene creep achter ons aan zit. Wat leuk. Tenminste, ik ga ervan uit dat er een groene creep achter ons aan zit. Ondanks dat we ontspannende muziek hebben. Spel je uit mij niet voor de gek. En iedereen zit nu in de comments te hopen. Oh, ga dood, ga dood, ga dood. Wij willen je zien ragen. Dit is geen rage spel. Dit is een angstspel. En ik wil gewoon zo snel mogelijk hiermee klaar zijn. Ik hoop dat jullie een geweldig Halloween hebben, jongens. Oh, als jij door de deur in één keer komt, echt serieus. Dat heeft hij al een keer eerder geflikt. Kom op, gewoon rennen. Hele blije, vrolijke muziek terwijl dat er een monster achter je aan zit. Hoi. 22 kamers, I can do this. Zolang dat die groene creep op de grond ligt, weet ik zeker dat dat beest me achterna zit en ik ga niet achteruit kijken. No way. Oké, ik hoor nog steeds. Hou je klep. Oké, één keertje. Er zit niks achter me. Krijgen we daar denk ik die puppet zeker achter, man. Of die deurenjatter. Lach een briefje, maar I don't care. Ik wil naar het safe punt. Ik wil gewoon naar het safe punt. Kalm hier. Alles komt goed. Gisteren lekker Minecraft zitten spelen trouwens. De livestream. Dat was heel leuk. Ik kon er geen jungle biome vinden. We waren op zoek naar een jungle biome, omdat je kunt daar nou banners maken op 1.10. Voor de mensen die zich afvragen, komt er ooit weer een Minecraft serie? Ben ik van plan. Zelfs een modder, als het kan. Als ik het voor elkaar kan krijgen. Nadeel is wel, ik ken de mods ken ik niet neerlinken. Ik kan alleen maar zeggen in een beschrijving welke mods dat het zijn. Nee, deze kant op. Die kant had ik niet op moeten, maakt niet uit. Maar ja. In verband met ja, degene, de makers van de mod, die moeten dan allemaal toestemming geven. En die hebben een hartstikke druk, dus die berichten krijg je bijna niet meer. Safe! Hang in there! Daar! Hang in there! I'm starting to lose track of time. The battery on my phone became very low, so I delegated to save it in case I find an exit. 100 kamers nog! Oh. Oké, dus we hebben specimen 1 achter ons aangehad en in die kamer hadden we 810. Nou maak ik me echt zorgen over 910, want ik heb echt lang vastgezeten in 810. Ik heb er echt lang vastgezeten. Ik heb echt elke muur geknuffeld en de hele tijd op E zitten drukken. Maar ja, raar. Oké. Nou ben ik een beetje meer geëased. No, thank you. Ik heb nog steeds geen flauw idee wat het dan eigenlijk is wat achter ons zit. Zo'n scheidluis ben ik. Om terecht. Oh boy. Oh nee. More whales are being shipped to the facility tomorrow. One for a health inspection and two that are already dead from autopsies. More of them beach whales keep appearing. Those. Maak een zaklamp. Eerst had ik een zaklamp. Will died much sooner than I expected. I was away on holiday. I regret not being here, but I had heel klets. Oh, hoi! Alles kids? Good luck with that. He's broken. Oh, ik hou niet van die extreem donkere kamers. It's too dark to see. Ja, ik wil een zaklamp!
Dat is water dat stroomt. Er is niks engs aan, dat is gewoon water dat stroomt. Weer een zaklamp. Die is broken. Die is booked. Locked. Ook goed. Whale has a small bite marks. They appear from another smaller mammal, but the strangest thing about them is they placements. They are even in rows. Zal wel. Still alive, but gets into fits of thrashing and surfing more often than natural. I think there is a problem with its lungs, but I don't have the tools that would allow me to check it without dying. I will have to allow it to die from whatever it's causing it to do an autopsy. Waarom krijgen we nou van die enge muziek? Ik ben geen fan van. En die hebben we al gehad. Hier hebben we de lantaarn gevonden. Ja, kom op, ga erin. Oh, dat is mijn deur waar ik in kwam. Oh, wat ligt hier? Danger, high water pressure. Oh, we moeten de water, pomp moeten we leeghalen. En daar zit natuurlijk ons enge beest of zo. Ja, ik heb de code nog niet eens. Denk terug. Ik ben terug. Mooi. Waar moet ik die code vinden dan? Bij die whale? Waar moet ik die code vinden? Die is broken. Ja, hier ben ik nog niet in geweest. Die is ook broken. Daar heb ik de combinatie voor nodig. Dan moet er ergens een code liggen, maar... Waar ligt dan een extra papiertje met... Ik bedoel, ik heb nou licht, dus... Danger, high water pressure. Ligt daar iets op? Nee. Die is broken. Die is locked. Dat zal wel de deur zijn waar we dan dadelijk heen moeten. Ik hierin? Oh, hi. 4-1-3-2. Oké, 4-1-3-2. Onthouden die al. 4-1-3-2. Dat gaat goed komen. Oké. Okay. 4-1-3-2. Kijk! Nou komen we ergens. En daar ligt de sleutel. En met die sleutel kunnen we dadelijk hier uit. En dan zit daar, of dan kunnen we de pompen opengooien. Want dan moeten we de andere kant op. Denk ik. The research facility is now in dire need of more engineers. We have a whole block that is flooded. And some vital staff are missing. Dus nou kunnen we naar die ene deur. Hallo. Dat geluid, daar word ik niet vrolijk van. Wacht eventjes. Nee, dat is hierheen. My sense of direction, jongens. Echt. Sorry daarvoor. En nou kunnen we hierin, want die was als enigste locked. En dan kunnen we de waterpomp kunnen we uitzetten. Oh, wacht hier. Oh, I hear a girl, or an animal, or something, singing to me. Pleading that it comes outside my locked room and let the sweeping waves comfort me. Oh boy. Nou weer weg. Like this. Gewoon rennen. Oké. Okay. Kan ik hierop staan? Dat is broken. Oké, okay, ik vind dit echt 10 keer niks. Hoi. Nee. Het is gewoon een lege kamer. Nothing to worry about. Oh, hi.
All the staff is gone, only I remain for no purpose. I remain here resisting the call from behind the sealed door, but I will remain as long as I can. Don't open that door. Welk door? Welke door moet ik niet openen? Er is een deur die ik niet moet openen, zegt hij. Er zit hier een kreet waar ik op kan staan. Sta ik dan veilig? Ik weet dat ik nou op kreet kan staan, dat is belangrijk. Er lag dat papiertje. Waarschijnlijk moet ik nou die deur openen of zo. Oké. Oh boy. Oh. Laten we dat maar niet doen. Nee, ik wil er echt niet naartoe. Hi. Moet ik echt naar je toe lopen? Dat is zelfmoord volgens mij. Hi. Mijn vriendje van spoepen. Ah! Nee, ze hebben dat ding van de Water Ward nagemaakt. Nee. Nee. Kijk maar, ze hebben dat ding nagemaakt van... Dat is dat ding van Amnesia, nee! The Water Part! Fuck the Water Part! Loop er gewoon door. Oké. Huh? Lady in the water! Nee, ik sta er niet op. Je moeder! Waarom moet dit beest me zo volgen? Ik blijf gewoon staan. Het duurt zo lang voordat ze... Maar ik ben bang hoe langer dat je in het water blijft! Oh boy. Ja, het is super traag, maar ik heb zo'n idee van hoe langer dat je in het water blijft, hoe eerder dat ze bij je is. Tot ze dan veel sneller is of zo. Tenminste, zo'n gevoel geeft dat kreng me. Welkom bij Jules. Splash. Go. Ik wacht gewoon tot je klaar bent met splash en dan ga ik rennen. Tot nu toe is dat goed gewerkt. Oké. Zie je nou wel? Waarom blijft dat mens achter me? Kamers die tellen wel weer op. Oh boy. Wij willen de dead zien! Hoe ga je dood door dat kring? No, thank you. Ik kan hier ook nog wel even toe. Want op het moment dat ik in het water blijf, dan hoor je echt splash. Het is een Magikarp! Erik zou trots op me zijn. Hoe lang gaat dit nog door? Het is maar goed ook gelijk al gezien dat je op die crates kan lopen, anders zou ik weer in paniek zijn geraakt. Hoi. Nee, je ziet me niet. Hadoeken. Maar als het alleen maar geluidsgolven in het water volgt, hoe weet ze dan dat ik op welke krat sta? En hoezo kan ze door de... Oké, het is een spook vooruit. Logica is nooit zoeken in spellen. Ja, doe jij even splash. Spooky use epic splash. Hoe lang gaat dit nog door? Mij kan het veel sneller. Ik moet kijken hoe snel dat is. Het is echt sneller als je in het water... Oké, nou even wachten, want anders kan ze door de muur rennen. Dus je wil niet door de water heen blijven rennen. Dat is dodelijk. Misschien dat je nog outspeed of zo, dat weet ik niet, maar... In ieder geval, via de coding van de game gaat dit door tot en met kamer... Onder 30? Is de batterij leeg?
Is dat mijn gesplash? Ik weet niet of dat mijn gesplash is of haar gesplash, maar ik neem geen risico's. Helpt niet. Volgens mij zitten mensen al lang niet meer achter me aan. Ah! Ze zit nog steeds achter me aan, maar ze splasht niet meer. Of ze is gewoon een stuk sneller. Oh. Oké. Okay. En go. Vertrouwd voor geen meter. Geen centimeter. Geen millimeter. Geen halve meter. Geen millimeter. Geen micrometer. Gelukkig doet ze niet zoveel schade, dat is een voordeel. Oké. Okay. Gaan we nou gewoon 100 kamers zo krijgen? Ik vind het best, aangezien dat ik nou weet wat ik moet doen. Handen. Handen. Ah! Ik denk dat het echt gewoon doorgaat tot mijn kamer 930. Omdat tot nu toe... Auw. Waarom ren ik elke keer op dat beest af? Omdat daar de kistje staat. Nou ja, ik heb in ieder geval genoeg tijd om te regenereren. Daar hoef ik me dus geen zorgen over te maken. Oh boy, ik zie niet waar het volgende kistje ligt. Daar ligt het volgende kistje. En hier ligt het volgende kistje. Maar tot nu toe is... Het was hetzelfde met... Yeah, nou lag je weer aan de andere kant. Ik moet ook een gok maken, of niet dan? Haal ik dat? Ik vind van wel. Maar dat was met die mask ook namelijk. Nee, dit gaat er verder. Oh boy. Of dit is de laatste kamer, dat kan ook. Dat wil er vanuit gaan. Oh, shut up, you! Misschien gaat dit door tot mijn 950, wie weet. En dat beest blijft ons in ieder geval volgen. En mijn health regenerate toch wel. Dus we gaan het gewoon doen. Hoppakee. Vind je leuk, hè, mijn bijten? Dat ik elke keer de kistjes mis. Nou, ik ga gewoon naar deze toe. Dan ren ik gewoon die kant op. Hoppakee. Ik was lekker sneller. Angst is van dit beest ondertussen wel weg, jongens. Hadouken. Dan begin ik te veel te rushen. Dat moet ik niet doen. Vooral mijn health. Die moet wel kunnen regenereren. Op zo'n punt. Oh, nou niet screech. Nou niet scratchy flatchy. Ik heb een bel, hoor. Ik heb vissen. Soms heb je gewoon een Magikarp nodig. Of een Vaporeon in mijn geval. Epic splash. Hou je klep. Dit is een lange aflevering, maar dat komt ook goed uit, want het is Halloween. Welkom bij de demonen. Oh boy. Niet scratch? Het is in één keer zo stil. Vertrouw het nog steeds niet. Oh, het is voorbij. Goed, dan krijgen we dus nog een random specimen achter ons aan. Die we moeten overleven. En dan kan ik zeggen dat ik het gehaald heb.
Dat zou mij een heel blij konijn maken. Een heel blij konijntje. Of bij 59, dan komt Spooky weer klooien. Zo, je bent al behoorlijk ver gekomen. Hier, laat ik je helpen. En dan zal ik jou eens eventjes een bel in je neus gooien. Een stomme Spooky. Oh, hell no. Waarom in één keer... Mew is een Pokémon die awesome is. Dat beest was stom. Ik hoor iets achter me zitten. Oh nee. Iedereen zei dat er een code of zo, een password in zat. Oké, hartstikke leuk. Ik heb die password niet gevonden. Ik weet niet wat de password is, maar dat zou dan het verhaal van Spooky zijn. Sorry jongens dat ik dat niet gevonden heb. Wat was dat? Wat was dat voor een geluid? Sorry dat ik het paswoord niet gevonden heb, jongens. Please. Ah, jammer. Dat zou leuk zijn. Een keertje 4 gewoon. 2... Het is gewoon geluid. Het is gewoon muziek. Het is niks. Oh, dat is net alsof er iets op je afkomt rennen, dat geluid. Dat geluid mag nou ook stoppen. Ik weet dat ze dat hier niet zouden doen, namelijk. Dus, 1. Rechtdoor. Rechtdoor. Oké, dan wel 3 keer rechtdoor. Oké. Jongens, dit geluid mag stoppen. Och, dat mens weer. Nee. Ik weet niet waarom en niet wanneer. Maar ik weet wel dat toch iedere keer. Ja, get out of here. Ben ik mee bezig. Als jij me laat leven, die 28 rooms. Moet jij eens opletten hoe snel dat ik hier out of here ben. Dus ik doe gewoon mijn renwerkje, jij doet jouw renwerkje, je laat wij gewoon mijn rust. Daarna drinken we rustig samen een bakje koffie erbij. Zullen we dat gewoon zo afspreken? 20 kamers nog. I can do this. Kom op jongens, in de comments. Root met me mee, nog maar 15 kamers. We zijn er bijna. Kom op. We zijn er bijna. Negen. Ik ruik het einde al en het stinkt. Denk ik. Ik weet niet. Ik bedoel, Spooky is nooit te vertrouwen geweest. Ik hoef die specimen niet nog een keer te zien. Wat? Wat? I can't remember. Why did I come here? Was there even a purpose? I believe death is steadily approaching me now. The hallucinations can hurt me. But I'm out of provisions and I have sudden violent heart palpitations. Waarom op kamer 995? Waarom op kamer 995? Oh boy, we staan mij die laatste 5 kamers te wachten. Krijgen we dan 5 van die puzzels achter elkaar of zo? Deze aflevering gaat in overtime. Waarom? Omdat het kan. Oh, krijgen we weer dat kutgeluid. Spooky, wat ben je van plan? Spooky! Kamer 1000, exit! Exit!
Is dit een leugen? Spooky? Fake skyscreen saver has been. So now you must pass one final test. Prove your fortitude or dedication or something. What moet ik doen? Spooky. Spooky, je kan de tering krijgen. Ik kan niet rennen. Om een boek te maken? Oh boy. Oké. Kamer 731. Zullen we dat niet doen? Hi. Ik heb een bel. Oh. Oh, duw. Ik hak je kop eraf. Hier. Wat moet ik doen? Oké. Moet ik tennissen met jou? Oh, lekker. Waarom heb ik tennissen met jou dan? Oh, ik moet tennissen met jou. Oh, dit wordt leuk. Al die... Oh, dit wordt heel leuk. Oh, oké, kijk uit. Dit is gewoon een boss battle, jongens. Dit is awesome. Oh, wat een leuke hand. Ja, kan ik jullie allemaal de kop eraf. Oh, kom maar, tennissen. Nog tennissen? Nee. Kom maar. Tenminste, ik denk dat dit is wat ik moet doen. Oh, oké, daar zitten die schaduwringen. Oh, dit vind ik echt leuk, jongens. Oh, dit is awesome! Oh, ik kom helemaal tot leven, jongens. Ah. Oh. Eindelijk een creep die we neer mogen halen. Oeh, Shadow Hand of Doom. Yeah, you can't catch me! Because I'm awesome! Oh, kom maar. Gaan we dit tennissen? Ganondorf style, Master Sword! Waarom ga je nou niet dood? Oh boy. Daar komt iets. Ik weet zeker dat ik het goed doe, want het ziet er maar uit dat hij moeilijker wordt. Dan komt die hand weer. Oh, dan komen twee handjes. Oké, okay, gewoon door blijven lopen. 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 Gewoon door. Oh boy. Ik ben zo blij met mijn ex. Oké, dan komen die rondjes weer. Je kunt visueel gelopen clearen zoveel als je wil, maar het doet me niks. Met de power op de middelvinger. Al heb ik nou bij de handen even nodig om te spelen. Noink. Hoe lang moet ik dit nog doen eigenlijk? Wanneer word jij eigenlijk moe van jezelf? Oh, maar jongen. Die hand is wel creepy eigenlijk zo. Ja. Yeah.
Dat bloed is irritant. Hai. Heb ik hem? Nou ken ik het! Wat? Well, you died. Wat? In a pretty tragic way, too. Wat? Just tragic enough for you to become a ghost. Good job, by the way, making it this far. Ja, nou, dankjewel. So buckle up, soldier. Because now, I finally think we have enough troops to invade. Invade what? En hoezo heb ik nou spook? Kan ik zweven? Kan ik vliegen? The time has come, my loyal troops. Wat? No longer shall we be called cute or adorable. No longer will we be disregarded and ignored. For now, we are the most feared army in the world. Wat? Wat? Ja? Oké, okay, je mag zachter. Mag zachter. Voor mij is het het einde. Ik heb gewoon een van mijn grootste angsten overwonnen door een house of jumpscares gewoon te overleven. 1000 rooms. Wauw. Wat een kut einde. Wat verwacht je van griezel horror spellen? Laten we eerlijk wezen. Ik zet eventjes het geluid even iets zachter. Voor mij dan. Voor jullie is het geluid nog hetzelfde. Maar om heel eerlijk te wezen. Als je horrorgames, horrorspellen, horrorfilms kijkt, alle horrorfilms zijn eigenlijk altijd met hetzelfde. Een cliffhanger, iedereen gaat dood, of een heel slap einde. Omdat het is alleen maar de reis door die film of door dat spel heen die het speciaal maakt. De storyline, er zijn goede horrorverhalen die inderdaad een goede storyline hebben. Maar kijk maar eens goed naar alle horrorfranchises die er zijn. De meeste daarvan, die hebben gewoon een slecht einde. En ik vond het best wel een grappig einde. In ieder geval... Zo, Stevie, I did it. 1000 kamers. Jongens, ik wens jullie nog een hele fijne Halloween toe. En ik dank jullie voor het kijken. Nogmaals, sorry dat ik niet alle specimens heb gezien of alle deaths heb gezien. Dan vraag ik mij af dat ik het heb gehaald. Zit er nou een extra bij? Ik nou een extra te zien scores. Ja, Stevie, I did it. Nee, er zit niks extra's in. Jij hebt endless mode, maar daar heb ik je zin in. Jongens, hierbij laat ik het. Dus ik dank jullie voor het kijken. Wat was nou jouw lievelingsaflevering van de 5 afleveringen van Halloween? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, laat een like achter. Omdat we hebben onze angst overwonnen. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik, ga iets anders doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En voor de mensen die denken van, nou komt Five Nights at Freddy's. Nee, ik heb Five Nights at Spooky's House of Jumpscares gedaan. Ik bedoel, het zijn 5 parts. Maar goed, dat is achter hebben. Nogmaals bedankt voor het kijken, jongens. En nog een hele fijne Halloween. Doei! En die gasten mag zijn tanden wel eens poetsen. Maar waarom zijn jullie er nog? Er gebeurt verder niks meer, hoor. Ik bedoel... Ik kan wel een langzame fade-out gaan geven en dan zeggen van, dat je de muziek nog hoort. Leuk. Het is afgelopen.